Bonjour. Je suis Prince Charles Théodore Antoine Henri Meerat van België. Prins Karel, maar zeg maar gewoon monseigneur. Hè? Misschien zijn er sommige mensen die mij kennen onder mijn artiestennaam. Hè? Karel van Vlaanderen, de prins schilder. Hey, pas op. Van 1944 tot 1950 was ik prins regent. Hè? Dan was ik de BB, de baas van België. En toen dat die periode afgelopen was, in 1950, ben ik hier komen wonen. In een schoon doeningske, eigenlijk, of dat ze zeggen hier, een doeningske. Ja, dat was een schoon huis. En ik had hier alles wat dat ik maar kon wensen. Hè. Ik had hier zelfs een zwembad, hè. Een zwembad, hè. Voilà. Ik hield niet alleen van een stil leven, ik hield ook van het uitgangsleven, hè. Ja, uitgang, ik dansie, ik vibrie. Dat was de Charles, hè. Nou, maar ja. En zeker op een bepaald moment, ik had het in mijn kop gekregen en ik zeg, ik ga mijn dak van een van mijn huizekes, ik ga dat schilderen in allerhande kleuren. Maar wel, dat doet iets gedaan, hè. Dat is nu overschilderd door een meisje, een Hollandse artieste. Dus ook schoon, maar ik vond het wel eens wat. Mijn doeningske. Ja, ik was hier echt koning te rijk. Hè? Of ja, prins regent te rijk, hè. Ja.